Goedemiddag allemaal. Het lijkt misschien wel alsof ik nu een kookles ga geven, als jullie zien wat er allemaal klaar staat. Maar dat is niet zo. Ik ga jullie niet leren hoe je pasta moet maken of puree met groentjes of zo. Nee, dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel iets doen met de kruiden die jullie in jullie kast hebben staan. Wat gaan we namelijk doen? We gaan vandaag zelf waterverf proberen maken. Ik weet niet of jullie dat zien, dat is een beetje om de kleuren te testen. En deze kleuren die heb ik gemaakt uit deze potjes. Want ik was aan het denken, misschien heeft thuis niet iedereen het materiaal dat wij in de academie hebben. Dus misschien heeft niet iedereen verf en ook geen penselen. En daarom wil ik jullie dat laten maken zelf, want als je het wilt, heb je het zo in huis. Dus het eerste wat jullie mogen doen is eens gaan kijken in de kruidenkast naar kruiden die een hele mooie kleur hebben. Bijvoorbeeld kurkuma, ik weet niet of jullie dat kennen, dat heeft een hele mooie gele kleur. Probeer vooral te gaan voor felheid, voor een hele duidelijke kleur. Hier heb ik, dat is tandoori, masala kruiden, maar je kan ook bijvoorbeeld paprika poeder gebruiken. Hier heb ik zo wat meer een bruinige curry, kaneel, dat is echt bruin, kruidnagels. Je kan ook gaan voor, ik heb hier basilicum, dus voor echt groene blaadjes. Of in de tuin kan je eens gaan kijken naar bloemen die een felle kleur hebben. Dus probeer eens veel kleuren te verzamelen. Dat is stap 1. Wat heb je dan nodig? Potjes om in te mengen. Kokend water, heel goed opletten hiermee natuurlijk. Het is heet, dus... Als je het niet vertrouwt, vraag dan even aan je mama of papa of eender wie om je te helpen. Goed, wat je dan mag doen, je pakt een kleur die je mooi vindt, een pigment noemen we dat. En je doet wat in een potje. Als er nog veel brokjes zijn, dan kan je het best eventjes malen. Ik weet niet of jullie dat kennen, zo'n vijzel, daarmee kan je dat plat stampen. Als je dat niet hebt, kan je met iets hard. Dat gewoon zorgen dat het zo fijn mogelijk is. Dus probeer echt alle korreltjes eruit te halen. Even in de vijzel doen. Ups. Dat je echt een heel, heel, heel dun poeder hebt. Voilà. En dan doe je dat in je mengpotje. Ik ga dus een paar kleuren doen. De kurkuma, die is al heel fijn. Ga ik in een ander potje doen. Zo. Dan zal ik nog kaneel ook eens in een derde doen. Voilà. Zoals de kruidnagel, die moet je zeker fijn stampen. Ik ga de basilicum ook eens proberen. Dan een sapje uit vrij. Dan giet je daar een beetje kokend water bij. Een klein beetje maar. We gaan beginnen met weinig en je kan altijd nog toevoegen. We pakken warm water omdat het dan beter kan oplossen. Oeps. Even de basilicum eens proberen. Voilà. En dan roer je, roer je, roer je. Zodat het vermengt en zijn kleur kan loslaten aan het water. Je kan ook een beetje pletten bij te roeren. Nu, niet elke kleur, of niet elk kruid, of niet elk pigment geeft zijn kleur af. Dus het is vooral deze week veel experimenteren met wat er kleur geeft en wat niet. Misschien gaat sommige kruiden al die kleur afgeven. Dan moet je deze uitzoeken. Voilà. En als je dat goed gemengd, dan laat je dat even staan. Dat goed kan trekken. En dan kan je, als het afgekoeld is, gaan we ermee voort.
Maar ondertussen wil ik jullie iets anders laten doen. Dus even dit opruimen en dan ga ik jullie uitleggen wat je in de tussentijd kan doen. Oké, de verf die is aan het afkoelen. Maar natuurlijk, wat heb je nodig om die verf te gebruiken? Penselen. Oké, penselen. Ik kan me goed voorstellen dat er sommigen onder jullie niet per se penselen thuis hebben. En misschien hebben sommigen onder jullie dat wel, maar dan denk ik alsnog dat het leuk kan zijn om eens na te denken over wat een penseel allemaal kan zijn. Jullie kennen waarschijnlijk wel een penseel met haren, maar zelfs in penselen zijn er heel veel verschillen. Deze is een ronde, je hebt er ook platte, je hebt er hele grote, je hebt er hele kleine, je hebt er penselen van verschillende soorten haren gemaakt. Maar mijn vraag voor jullie is, moet een penseel altijd een stukje hout zijn met haren, eender in welke vorm? Of zouden ook andere dingen een penseel kunnen zijn? Zou bijvoorbeeld een vishengel een penseel kunnen zijn? Of zou een zonnebril een penseel kunnen zijn? Kan het zijn dat je penseel een verlenging van je arm wordt? Of kan je misschien met je neus schilderen? Denk daar maar eens over na. Bedenk maar eens verschillende dingen. En verzamel eens elementen in het huis die een bepaalde vorm hebben. Die je kan plooien of niet kan plooien. Je kan ook eens kijken buiten. Misschien kan je wel takken of bladeren verzamelen. Dus verzamel eens elementen en probeer eens te bekijken wat voor een penseel je zou kunnen maken. Ik zou bijvoorbeeld, ik heb hier twee houtjes en een breinaald. Ik wil misschien wat een hele lange penseel maken. Waarmee ik op 1,5 meter afstand kan schilderen. Dus. Dat is al de schilders. Porsel houden, maar nu moet ik eens nadenken over, ga ik gewoon met de brein aan het schilderen? Of misschien kan ik bepaalde haren maken uit bolle draad, rekkertjes, touw. Ik ga eens een paar stukjes afknippen. Zo, misschien kan ik mijn wasknijpertje vastknijpen. Zo. En dan ga ik dat wasknijpertje hier aan plakken. Voilà. Dus dit is al een eerste penseel. Ik kan daarbij bijna de camera zal schilderen. Voilà, nu kunnen jullie het ineens zien. Zo, misschien wil ik ook eens een kortere. Misschien kan ik deze hier aan. Dan heb ik al meteen een hoek. Kan ik gewoon zo recht schilderen. Dus verzamelen is verschillende. Maak eens een setje. Een setje, dat zijn dus enkele penselen. IJzerdraad kan handig zijn om te wikkelen. Tape kan handig zijn. Probeer eens dingen die hard zijn. Probeer eens dingen die zacht zijn. Maak maar eens een setje penselen en dan gaan we eens verder kijken naar onze verf. Voilà, nu is het moment supreme daar, dus het moment om alles eens te testen. Wat heb je nodig? Stevig papier. Pakken. Zodat het waterverf is, zodat die papier niet meteen als een vodje in een vodje verandert. Lege potjes. Waarin je je verf kan bijhouden. Een potje met water. Om je penseel of zo in te drogen. Ik zeg je penseel of zo, want er zijn natuurlijk verschillende penseelen. En een zeefje kan ook handig zijn. Goed. Ik ga nu eventjes met dit penseel proberen. Dus roer nog eens even in je potje, zodat
de kleur nog eens goed vermengt met het water. En test het dan maar eens uit op je blad. Ik heb hier een soort warm rood-bruin. En als je een beetje meer water erbij pakt, kan je testen als het een beetje verdunt. Zoals je kan zien, heb je dus een kleur, maar er zitten wel nog wel brokjes in. En als je een brokje eruit wilt, dan volstaat het om je kleur even door een klein zeefje te laten gaan. Voilà. Ik druk nog even zodat zeker alle kleur eruit is. Zo. Voilà. Nu heb je de eerste plekje verf. En eens kijken. Voilà. En er zitten nog een klein beetje brokjes in, maar ik vind eigenlijk niet zo erg. Maar je kan het dan nog eens door de zeef halen. En nog eens en nog eens. Voilà, dus dat is een eerste kleur. En die kleur doet mij een beetje denken aan de warme aarde in een warm land. Met warme aarde bedoel ik vooral dus de kleur. De kleur door de zon die erop schijnt. Het is daar warm. Ik denk bijvoorbeeld, misschien dan wel het zand in de Sahara. Misschien wil ik mijn verf wel zo noemen. Dus je kan daar bijvoorbeeld een etiketje plakken op je bokaal. En je kan je verf een naam geven. Sahara zand. Ja, dan heb je alweer eens een reisgevoel. Dan ga ik eens kijken naar de gele. Dus je bent hetzelfde, eventjes mengen, eens kijken. Dat past eigenlijk heel goed bij die Sahara. Heel warm geel. Ook hier hetzelfde. Ik ga dat eventjes zeven in een potje steken. Natuurlijk is het nu ook tijd om jullie eigen penselen eens te testen. Eens zien hoe je daarmee kan schilderen. Oh, ik zie dat de wol al heel veel opneemt. Aha, het is vooral in lijnen dat ik nu schilder. Natuurlijk moet ik mijn papier op een afstandje leggen. Voilà, eens door het geel gaan. Wauw, probeer maar eens jullie verschillende penselen uit. Hiermee kan ik echt wel nog redelijk fijn werken. En echt in lijnen werk ik nu. Dus misschien zou het leuk zijn als deze in lijnen werkt. Om een penseel erbij te hebben die vooral grote oppervlakken kan schilderen. Dus die hele grote vlakken ineens kan aandoen. En dan kan ik hiermee meer details. Voilà. Dus bedenk maar eens welke penseel je allemaal nodig kan hebben. Die bij elkaar horen. Bedenk eens welke kleuren. Want ik heb nu vooral heel warme kleuren. Zou je bijvoorbeeld ook een koude kleur kunnen maken? Dus experimenteer maar eens op los. En dan ben ik heel benieuwd naar welke kleuren jullie gemaakt hebben, welke namen jullie kleuren hebben, welke penselen jullie gemaakt hebben, voor wat de penselen dienen. Breid jullie thuisateliertje maar uit, hè? Dus met verf en met penselen. De kleuren zijn heel zacht, dus ze kunnen dienen als achtergrond en dan kan je gewoon met een stiftje bovenop tekenen. Of, ze zijn ook, of in combinatie met houtskool kan ook heel mooi zijn. Experimenteer er maar mee en ik ben heel benieuwd naar jullie foto's van jullie inwerking, jullie penselen set, jullie verf set, jullie werkjes. Stuur maar door en dan zie ik jullie weer volgende week. Heel veel plezier. Had ik nog te zeggen? Hoe lekker dat die verf ruikt. Het is hier echt een feest voor mijn neus.